kosmische inspiratie. Ik heb voornaam genomen van een hinkelbaan. Wat zal ik vragen? Nou, mevrouw, mag ik u iets vragen? Ik ben bezig met een filmpje voor internetpage, Noord Verandert heet dat. Het gaat over Noord. Dat filmpje wil ik visualiseren middels een hinkelbaan. En ik heb mensen nodig die zouden willen hinkelen. Ja? Nee, hinkelt u mij alvast. Hinkelt u mij alvast. Hé meneer, waar ga je naartoe? Word je niet eens moe van al dat gehop? Stop. Terug naar het begin. Zo heeft het geen zin. Het is cool om met een doel te veranderen. Ga je mee? Volg de stepstones. Begin bij stap 1. Bouw de structuur, open de muur om te komen daar, al lijkt het raar naar je doel, met gevoel. Trigger is hierbij het verhaal van de Mystery Man. Die, zo simpel als zen, ontspannen geeft aan al wat leeft. Toch liet hij ons weten dat hij was vergeten. En nu, zonder huis en haard, overal naartoe vaart, waar mensen hem niet vermoorden. Hij zegt het nu zonder woorden. How many roads must a man walk down before we call him a man? Ik ben hier illegaal, omdat ik telkens maal na 7 jaren in Nederland spreek de taal vloeiend. Als onderpand moet ik toch vertrekken. Officieel kunnen ze het niet rekken. Dus nu deze kreet om hulp. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Ja. Wat is balans in de oord? Ja, het water en de mooie nieuwe gebouwen aan de overkant. Dat was vroeger niet, dat is nu wel. Vind ik een enorme vooruitgang. Wat is ontspanning voor jou in Noord? Lekker fietsen. Ja. Ja? Great! Ja. Ja. You choose ontspanning. Wat is ontspanning? Relaxation. Relaxation. What is relaxation in Amsterdam North for you? Ja, Amsterdam North for me is the relaxation. Relaxation? Ja, to be relaxed and to enjoy all. Has that a meaning for you? Amsterdam North? Yeah, Amsterdam North is the, I like the, because the
little quiet. Waar ik wil staan. Ja. Wat u wil, wat een verandering. Ontspanning, dat vind ik belangrijk. Ja, hè? Ja. Ja, ontspanning. Gisteren hebben we de koningin hier gehad, hè, bij het AI. Heb je gezien? Ja. Nee, ik heb het op tv gezien. Zo. Kijk. Ik vind het hartstikke gezellig hier in Noord. Ik ben zelf Haagse, maar mijn moeder woont hier bij het IJplein en ik ben vaak hier. Ik vind de markt leuk. Ik vind Buik Slotermeerplein, het winkelcentrum vind ik ook leuk. Ja, en ook met very crowded people. Ja, dat is waar ik like. Ze zeggen een van de beste delen van Noord. Ja, yeah, I have the good neighbor and then yeah, my house is there near the winkel also, market also, yeah, the centrum also. That's why I like. Ja, yeah, that's yeah. Very good. Dat beaam ik en ik vind heerlijk dat je zo van Centraal Station naar het pontje kan lopen en je steekt over en je bent zo op je bestemming. Noord wordt steeds mooier. En ik ben altijd ontstellend jaloers op de mensen die hier wonen aan de kade. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht van ja, ik wil ook in de sociale woningbouw. Ik wil ook. Want dit is toch niet de sociale woning. Dit is een prachtige plek. Dit is echt een hele mooie plek. Oh, where are you? Ja, ik kom uit Burma. Myanmar. Ah, Burma. Ja. Oh, wow. Myanmar. Oh. Okay. Ja, now in our country is now election. Do you know my hero lady is the Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi. Now is the Netherlands news also the show that our country the election. Doe maar mee op de hinkelbaan, waar we gaan met plezier en vertier. Nou jij! Speel maar mee, doe maar mee op de hinkelbaan, waar we gaan met plezier en vertier. Nou jij! Speel maar mee, doe maar mee op de hinkelbaan, waar we gaan met plezier en vertier. Speel maar mee, doe maar mee op de hinkelbaan waar we gaan met plezier en vertier. Kom maar mee spelen op de hinkelbaan, op de hinkelbaan. Hier en nu. We geven onze bevindingen weer terug aan het universum.